om u aan te horen. En waarschijnlijk zal hij u antwoord geven. En we hopen dat het antwoord wordt dat u op de loonrol komt van december, november, nodig morgen. We kunnen u niet laten zonder een drumstick in december. Want altijd dat kippenpootje in jou. Ja? Maar in december, want jouw drumstick toch? De maat is dood, ja, en je kan koen. Maar nu wat een drumstick. En we gaan voor drumstick. En niemand, dat minister, of lek libisma, of mek je maar drumstick. Ja? Dus nu. Wat is maar rustig. Als mensen geen recht op hebben, ze hebben geen stukken, sta ik achter u. Kunt u ze niet betalen zonder dat er stukken zijn. Maar zoals de president heeft aangegeven in een brief naar alle ministers toe, ja, dat de mensen die hun beschikking in orde zijn, dat ze op de loonrol gebracht moeten worden. Als u, we nodigen u uit om de mensen beneden te spreken. We kunnen ze niet boven brengen, dat is een grote groep. Ja. Als ik kijk naar hier, zoveel mensen die waarschijnlijk wilde werken bij de overheid, maar ga je wat zeggen? Ik heb nooit de vacature gezien. Begrijpt u welke positie ik zit? En begrijpt u wat er gebeurd is met jullie? En daarover moeten we eerst eens zijn. Toch, maar feit is, u moet wel onthouden van mij, dat beschikking, sollicitatie, daarvoor ga ik gewezen politici aanspreken. Onthoud het goed. En ik hoop dat jullie me dan ook ondersteunen, wanneer ik die politici ga laten oppakken. Want zij moeten het leren. Wat verkeerd is, is verkeerd. Wat niet mag, mag niet in de recht staan. Dat is één. Tweede ding is, ik ga jullie medewerking vragen. Als iets verkeerd is gedaan, ga ik het moeten corrigeren. Ik heb het altijd gezegd, wie heeft gewerkt, of het nou een aannemer is of arbeider, wij gaan die betaling wel doen op een of andere manier. Ik hoef geen contract te hebben. Maar als je hebt gewerkt met die patiëntenlijst, even geduld, dat is niet zoveel papierwerk, maar kom. Maar laat me je even geruststellen, want dat is... Ja. Nee, we willen geen kerstboom. We willen zekerheid hebben. Je bent ook een ACCC, je verdient een 6.000 euro per maand. Je maakt een goed mee aan je boomboer ook, dat je hem laat hier ook. Als je zegt dat als een normaal, dan kan je me netjes zeggen. Dan blijf ik gewoon rustig bij me werken. Als hij bij ons honger heeft, ik heb mijn beschikking, dus we kunnen niet zien zo. Maar wie, noem die naam van me. Wie heeft dat gedaan? Ja? Wie van Dawson, meneer Dawson. Meneer Dawson. Schrijf die naam van me. Erik Boldewijn en Antanadi. Schrijf die naam van me. Schrijf die naam van me. Schrijf die naam van me. Antanadi wel bij mij. Dat werkt voor mij. Gaat dat los? Ja. En nog steeds kunnen we niet ontvangen. Mijn beloofd nog maar was in mij. Oké, is goed. We hebben heel hard gewerkt. Alle die begin boes op kapje. Die kruion aan de scope. Hoe lang werk je al? Sinds oktober, ik heb mijn beschikking niet zo. 2019? Ja. Ik heb mijn beschikking niet zo. Maar jij moest al lang betaald worden. Nee. Dus je zit tussen jou zo lang voor de gek hebben gehouden. Ja. Want dat mag niet. Mensen zitten al ongeveer 5 maanden zonder salaris. En nu zitten we in een situatie. Waar mensen onzeker zijn. Als ze in dienst worden, kan treden of niet. Dus die vragen willen we beantwoord door de minister. Wacht op het antwoord van het ministerie van Openbare Werken. We komen helemaal uit Nigeria voor deze antwoorden. Worden we betaald of niet, komen we weer aan het werk of niet. En er wordt ook al in Nigeria ons gezegd, ga jouw dingen bij de vorige regeringen zoeken. Is mooi en waar, we zijn in dienst genomen door de vorige regering. Maar voor deze regering, toen deze regering en de macht is gekomen, hebben we ook gewerkt. De OD of de mensen van OD hebben ons ook laten werken. En het vraag is dat mensen die al ontvangen en ook een beschikking hebben, waarom worden dan die mensen dan gedegradeerd dan? En waarom worden dan niet schriftelijk gedaan? Gewoon mondeling. En het wordt ook dan gezegd als je gaat weigeren om niet als onderhoudsmedewerker te zijn, dan is de kans groot dat je bedankt zal worden via het ministerie. Vaak is gebleken dat veel nieuwe mensen die komen in dienst, dat er soms geen vacature is geweest daarvoor. Dus wat ik daarmee wil zeggen is dat soms mensen in dienst zijn genomen, bijvoorbeeld administratieve krachten, waarbij
we al veel administratieve krachten hebben op diezelfde afdeling. We merken ook dat er mensen binnen zijn gekomen waarbij blijkt dat zij hoger zijn ingeschaald dan mensen die bijvoorbeeld 25 jaar in dezelfde functie werken. Dat is ook bekend. En dat zorgt ook voor ontevredenheid voor bij de mensen die zeg maar 20, 25, soms 30 jaar hebben gewerkt. Dat er dan mensen instromen zonder werkervaring en die ook moeten worden begeleid. Ik ben bereid naar alle dossiers te kijken. Dat doen we landelijk. Toch? Maar wat niet volgens de wet is, ga je terug moeten draaien. Onthoud dat wel goed. Je mag van deze minister niet vragen dat hij aan corruptie gaat meedoen. En jullie dossier zit met corruptie vol. Dat is het probleem. Je dossier heeft corruptie. Laat het gewoon duidelijk zeggen. Is fraude. Maar wat ik niet ga doen, ik ga jullie niet voor het gerecht brengen. Ik ga de mensen die verantwoordelijk waren, die de wet behoorden te kennen, toch? Die ga ik afvliegen. Laat dat voor mij. Die hebben jullie misleid. Voor een deel niet iedereen hoor. Laat me dat eerlijk zeggen. Ik heb begrepen vanaf september 2019 zijn beschikkingen achter de rug van het ministerie gemaakt. Weet je wat dat betekent? Achter de rug van het ministerie van Openbare Werken. Daar heb ik u veel gezegd. Is fraude. En ik ben er om dat correct te zetten. En daarom zeg ik wat niet correct is. Vanaf november, dat is je vraag. Alles vanaf november dat op mijn tafel zit, gaan we één voor één bekijken. Minister, we willen met u meewerken. Zet u even praten, ik ben minister afgeven. Minister, als ik geen inkomen heb, geen dokter kan, hoe ga ik verder, minister? Ik begrijp u. 7 maanden geen geld. We willen gaan werken, minister. Ik moest me moeten schoolauto betalen. EBS en kortsmastroom. Hoe wat dan, minister? Hoe doen we verder? Neemt u ons, minister, als uw eigen kinderen. U bent vader van ons. Begrijpt u ons, minister? We willen werken. Misschien ruim maar ton op minister Modwee. Maar ik wil mijn geld hebben. Ik moet mijn kinderen verzorgen. Dat vraag ik u alleen. Nog een laatste. Het gaat om die SZF-kaarten. Er zijn 4 vrouwen die hoogzwanger zijn. Ze moeten een loonslip hebben, anders kunnen ze niet. Ja. Nu moeten ze hun geld uit de zak halen. Ze zijn bij mij geweest. Bina moet niet hebben, maar je hebt maar ik zeg, ik kan het. Ik heb toevallig foto's van ze. Maar die mensen zitten vast. Ze moeten anytime hun kind krijgen. Minister, maar worden we dan betaald voor die mannen? Ja. Ik heb het ook gezegd. Want God weet het. Wat terugwerkend gaat, gaat terugwerken. Dus daar moet je geen zorgen over maken. Minister, we zijn moeders. We hebben al 8 tot 9 maanden niet ontvangen. Dat alleen maar vraag ik u. We zijn alleenstaande moeders, we hebben kinderen. Leeg water, meneer, alles van mij. Dus ze zijn bijna afgesloten. Het is een verzoek dat we 1 van deze maand op 1 december kunnen ontvangen. Dat is mijn laatste vraag. Maar het hoeft niet alles te zeggen. Ja, het hoeft niet alles te zeggen. Maar we hebben maar 2 maanden geld of zo. Dat is 2 maanden, minister. En ondertussen hebben we ook al schulden gemaakt. Ja, zo, dus het wordt een beetje te veel. Dat is mijn laatste vraag. Maar kan je gewoon zeggen wat het is? Dat voorstel neem ik gelijk mee. Is een billig voorstel, zou moeten kunnen. Ik vraag in begrip, we gaan met onze directie kijken hoe snel wij, al is het voorschot, ik weet niet wat, de verzekering, gaan we kijken wat we zo snel als mogelijk kunnen. Hallo, laten we onze afstand houden. De minister ook en de minister ook niet de hele dag hier houden.